Het soort van geheimzinnige, het spannende. Ik wist dat er een race was en dat er iets vreselijks aan de hand is. En dat het eigenlijk niet te doen is en dat het geheimzinnig is. En dat het bruut is gewoon. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over de boekbespreking in de ban van de Barclay met ultrarunner Michiel Panhuizen. Hij wordt gezien als veruit de zwaarste ultramarathon ter wereld. De Barclay Marathons. Geen wonder dat zo weinig deelnemers de finish ervan halen. In die 35 jaar slechts 15 finishers. Onze special guest van vandaag, Michiel Panhuizen, waagde zich meerdere keren aan deze slopende wedstrijd en schreef er een fijn boek over. Wat maakt ultralopen en de Barclay in het bijzonder nou zo verslavend? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, ja. Jurgen, goedemorgen. Goedemorgen. Weer een nieuwe aflevering en eentje in de categorie bijzondere gast en een bijzonder boek. Ja, zeker. Ik was op vakantie in Kroatië. Het was bloedje heet. Ik zat aan een zwembad. Ja. En ik had dit boek aangevraagd en ik denk, ik ga lekker lezen. Ja, aangevraagd, want dat doe jij hè? Als journalist. Als er een nieuw boek komt, dan zeg jij, mag ik een recensie? Ja, het hangt een beetje af welke boeken. En nou, het extra leuke is dat de Barclay, daar ging wel een lichtje branden. Ik heb ooit op Netflix zo'n documentaire gezien. Toen dacht ik, jeetje, wat een gekke werk. Nou, toen was ik dit aan het lezen en dan zit je aan het zwembad en dan denk je, ja, het begint wel te kriebelen ergens, maar ergens ook van, nou, hallo, ben ik even blij dat ik hier vakantie heb en zo, want het is wel heel extreem allemaal wat hij beschrijft en die hele Barclay, daar gaan we het zo wel over hebben. Maar toen dacht ik, ja, hier wil ik wel meer van weten in de podcast. Nou, leuk. Jij zat in Kroatië, dat is best dicht bij Griekenland, vanuit hier gezien, want daar zit Michiel zelf vandaag en hij is telefonisch bij ons. Michiel, goedemorgen. Goedemorgen heren, ja. Hallo. Wat leuk en wat een eer dat je bij ons in de podcast bent vanochtend. We gaan het met jou eens hebben over het boek. Om te beginnen dan beginnen we graag bij de basis over die Barclay Marathons, wat het eigenlijk is. En daarna hopen we misschien wat tips van jou op te kunnen lepelen naar aanleiding van jouw verhalen. En we hebben inmiddels, mensen kregen de lucht van dat we jou gingen spreken. Ik heb ook een tweetal leuke kijkers- en luisteraarsvragen voor je in petto. Maar laten we maar bij het begin beginnen. Ik ben benieuwd. Ja, jij schreef een boek over de Barclay Marathons. En dan heb jij ongetwijfeld al heel vaak moeten uitleggen wat dat dan is. Hoe leg jij uit aan mensen waar je aan deelgenomen hebt? Goh, ja. Nou ja, het is een race. Het is een wedstrijd. Een hardloopwedstrijd. En dan kun je afvragen wat hardlopen is. Want er wordt weinig hard gelopen in deze wedstrijd. Omdat er een ontzettende hoeveelheid hoogtemeters moet worden afgelegd in vrij moeilijk terrein. Dus het heet wel Barclay Marathons, maar het is eigenlijk niet of nauwelijks te vergelijken met een klassieke marathon die over de weg wordt verlopen. De lopers, de deelnemers, die moeten zelf hun weg zien te vinden. En dan moet je wel een aantal verplichte een soort van meldpunten passeren. En dat is voor een deels is dat open paadjes. En voor een deels is dat
Niet over paadjes door het dichte struikgewas heen. Dus het is een hele zware race die moet worden gelopen. En die race heeft een aantal... heeft een aantal vreemde gebruiken. Ja, kun je wel stellen. Als we hem langzaam opbouwen, hè, dan is het inderdaad... Nou, het is dus wat je zegt, ja. Het is trail, het is off-road, het is niet over de paden. Laten we nog even voor het de feiten... Het is niet trail eigenlijk, hè? Nee, niet eens trail, nee. Het is natuur. Nee. Het is toch even, om te zeggen, denk ik, het is 100 mijl, oftewel 160 kilometer, ja. In theorie, als je hem helemaal vol maakt. Maar daar komt al een van de vreemde gebruiken. Ja. En dan heb je daar 60 uur hè, heb je over. En ik denk dat best wel... Sommige mensen zullen zeggen... Oh, dat moet te doen zijn. Maar, nou ja. Dan komen we bij de gebruiker. Vertel eens. Nou ja, ik was net bij de Spartathlon. Dat is ook hier in Griekenland. Een maatje van mij helpen. En die liep 250 kilometer. Dat is dus veel meer. Maar over asfalt... En dat was een tijdslimiet van 36 uur, moet niet liegen. Dus dat is ongeveer de helft van de tijd loop je 50% meer kilometers, ongeveer. Dus dat geeft wel aan, zeg maar, dat, hoe de verhoudingen liggen. En de Spartathlon werd dit keer door iets van meer dan 50% van de mensen gefinished. Ja. Nou ja, en zoveel mensen als nu de finish hebben gehaald, hebben nog nooit in de hele geschiedenis van de Spartathlon, van de Barclay de finish gehaald. Dus ja, er zijn gewoon wel wat verschillen, zeg maar, het is gewoon een heel ander soort wedstrijd, zeg maar, een heel ander soort race. Nee, ik was verbaasd dat jij zei, kijk, als je de achterkant van je boek, er staat gewoon één van de slopendste ultras ter wereld. Ja, ik vond dat nogal mild uitgedrukt. Hij is toch uniek als je ziet qua minimale aantal mensen die dit weten te halen? Dat is een underground scene in Amerika. Er zijn een paar van dit inmiddels, maar de Barclay is gewoon een klassieker, zeg maar. Een paar races waar gewoon nog niemand gefinished is ooit. Of waar... Maar ja, goed, als die race al pas 5 jaar bestaat en er is nog nooit iemand gefinished, dat telt niet. Want de eerste 10 jaar van de Barclay was er ook geen finisher. Nee. Dat was ook eigenlijk de bedoeling, hè? Dit is gewoon een ander, als je ligt eraan wat je perspectief is op loopgebied. Als je voortkomt uit een marathonwereld of een wegwedstrijdwereld, dan is het gewoon, is een organisatie. Het heeft gewoon als bedoeling om zoveel mogelijk mensen in een zo goed mogelijke tijd die bepaalde afstand, een marathon of 100 kilometer of 100 mijl of wat dan ook, te laten halen. En daar zijn de meeste races op gefocust, op gericht. Ja. Maar zo'n wedstrijd als de Barclay is gericht op iets heel anders. En dus het finishen, dat is een soort van, dat kan ook. Dat is een van de opties, maar dat is een van de opties die niet zo vaak voorkomt. Ja. Maar het niet finishen is een veel frequenter voorkomende optie. Maar waar is zo'n race dan wel voor, kun je afvragen. Ja. En dat is wat bijvoorbeeld zo'n raceorganisator, de fameuze Les, Lasers Lake, Gary Cantrell als een bijname. En wat Les ook wel omschrijft en laat weten en ook vertelt als je dat wil aan hem vraagt. Waarom hij het organiseert en waarom die mensen zoveel laat afzien in die wedstrijd. En dat is wat hij omschrijft is dat je dat hij een kader geeft, een frame geeft, een wedstrijd organiseert waarin mensen verder kunnen gaan in zichzelf dan dat ze ooit gegaan zijn. Dus alles uit zichzelf halen of zichzelf tot het maximale pushen. En er dan nog steeds niet komen, zou ik maar zeggen. Maar het is dus een uitnodiging aan iedereen om te kijken hoe ver die kan gaan. Ja. Hoe diep die kan gaan, hoe ver die kan komen. En dat is anders dan iemand die de marathon van pak een beet, Rotterdam, Amsterdam, Berlijn, New York gaat lopen. Ja, die heeft gewoon een tijd in zijn hoofd vaak. En die hoopt dat hij die tijd, die finishtijd kan gaan halen. Nou, dat is dus een beetje een andere insteek. Ja. Nee, het is goed dat je, kijk, nogmaals in de show notes gaan we jouw boek zetten, want je moet het gewoon lezen. Ja. Eventueel zijn er nog wat documentaires op YouTube.
En er is die ene natuurlijk, Race That Eats It Young, was ooit op Netflix. Die staat niet meer op Netflix. Daar moet je nu geloof ik €17 voor betalen bij Amazon. Maar er staan de documentaire van Gary Robbins staan op YouTube. En eentje waar we jou ook zagen, Michiel, van... Karel Sabbe, hoe heet hij geloof ik, de Belg. Ja, precies, Karel Sabbe. Ja. Dus ik heb dat wel ook allemaal gekeken, mede naar aanleiding van het lezen van jouw boek, Michiel. Voordat ik meer wil weten over waarom jij dan meedeed en wat we van je kunnen leren, toch nog in een paar pennenstreken wat die race nou zo moeilijk maakt. Een van de redenen waarom natuurlijk heel veel mensen niet finishen is die tijdslimieten. Hè? Je hebt iedere keer een limiet om zo'n rondje te volbrengen en een limiet voor de totale race. Wat maakt die race nog meer zo extreem zwaar? Het is een beetje het spel dat de race-directeur speelt met je. Je weet bijvoorbeeld niet wanneer je op welk moment je moet starten. Dat weet je pas een uur van tevoren. Er worden een aantal spelletjes gespeeld om het de loper, zo'n psychologische spelletjes gespeeld om de loper gewoon zo moeilijk mogelijk te maken. Een deel van het probleem is voor een aantal mensen te navigeren. Hè? Het feit dat je niet de weg of het pad of lintjes kunt volgen of wat dan ook, maar dat je zelf met kaart en kompas, en GPS is ook verboden, dus dat je met kaart en kompas zeg maar je weg moet zoeken. Maar dat is voor de meeste deelnemers niet eens zo'n issue. Wat het zwaar maakt is ook dat er geen ondersteuning is zeg maar van hulpposten of zo, van aid stations. Dus je bent gewoon ontzettend op jezelf aangewezen. En een groot probleem daarbij is, dat is een sub probleem, is dat het gedurende de dag allemaal nog wel te doen is. Maar in de nacht, dwalend door een bos, vaak op zo'n moment in de nacht in je eentje, de angst dat je verdwaald bent of dat je, allerlei soorten van angst die je kunt combineren met allerlei soorten hallucinaties die je krijgt. Ja, dat is wel een soort van giftige cocktail die het gewoon veel moeilijker maakt. Omdat je van voor heel veel mensen zou zeggen, laat maar zitten, maar wat, jou wat, aantrokken. Je noemt het al, hallucinaties, slaaptekort. Dat hoort er allemaal bij, hè? Ik bedoel, er is niet eens ruimte om te slapen. En er hangt ook een sfeertje. Er hangt een sfeertje over die wedstrijd. Dat het zijn soort van stoere mannen en vrouwen die dat doen. En die vinden zichzelf ook natuurlijk best wel stoer. En dat zijn ze ook, want daar hangt een heel andere mindset over zo'n race. Bijvoorbeeld ook dat in een van de laatste keren dat ik deelnam in 2019, dus 2 jaar geleden, dat Jared Campbell, dat is een jongen die 3 keer de finish heeft weten te halen, dus zeg maar wel Mr. Barkley, dat die brak al vrij snel in het begin van de race, brak hij zijn enkel. En hij wist niet dat hij gebroken was, maar dat deed wel hartstikke zeer natuurlijk. En toen heeft hij gewoon van een andere atleet zijn brace mogen lenen. Die had toevallig een zwakke enkel. En die zei van, die andere atleet zei van, hier mag je mijn brace hebben. En die heeft gewoon dat rondje nog uitgelopen. Dus die heeft gewoon 10 uur op een gebroken enkel rondgelopen. Ja. En dat is zeg maar de mindset die waarbij mensen gewoon veel dieper gaan dan van, ik heb pijn aan mijn knie of ik heb pijn aan mijn been, laat ik maar stoppen, want misschien kan ik in de rest van het seizoen geen wedstrijden meer lopen. Dus daar hangt wel een soort van heroïek ook omheen. Dat is gecreëerd, dat is gemaakt, dat is ontstaan, dat is eigen aan die wedstrijd. Ja, ook het mysterie dat er een beetje rondomheen hangt, dat is een geheimzinnigheid, het verhaal, het feit dat er geen website is of zo, dus dat er niet echt heel duidelijke informatie over is. Ja, het is een hele avontuurlijke onderneming, zeg maar. Dat alles in een landschap, om het plaatje even compleet te maken, in Tennessee, in Amerika, in een nationaal park, wat ook niet per se van enorme schoonheid betuigt. Het is een soort loofbos met bomen wijd uit elkaar, rotsachtig, bramen. Jij schrijft op een gegeven moment ergens in je boek dat je zegt, bij andere ultraruns, bijvoorbeeld door de Alpen, word je in ieder geval nog beloond met mooie uitzichten. Ja. Maar daar zit bij deze ook niet bij. Het is een omgeving letterlijk niet doodgevonden wil worden. De schoonheid zit hem niet in wat je ziet. Laat ik het zo voorzichtig diplomatiek uitdrukken. Dus dan komen we bij de vraag, Michiel.
Waarom? Ja. Waarom? Neem ons eens mee naar het moment dat jij dacht, dit wil ik doen en niet één keer. Je bent meerdere keren teruggegaan. Waarom? Nou, er zijn altijd op de vraag, het antwoord op de vraag waarom je überhaupt ultra's loopt, het hangt af van degene die de vraag stelt, wat voor antwoord die krijgt van mij altijd. Maar de vraag, de Barclay, dus heeft te maken met de eerste Barclay die ik liep misschien wel. En de vier andere Barclays die ik liep, die liep ik omdat ik de eerste had gelopen. Dus gaan we terug naar die eerste Barclay. Dat was gewoon het soort van geheimzinnige, het spannende. Ik wist dat er een race was. En met mensen die tot nu toe hebben geluisterd, weten nog steeds niet zo goed waar het over gaat natuurlijk. Maar wel dat er iets vreselijks aan de hand is. En dat het eigenlijk niet te doen is. En dat het geheimzinnig is. En dat het bruut is gewoon. En dat soort kenmerken trok mij heel erg om daar naartoe te gaan. Om dat eens een keertje uit te gaan zoeken. En toen ik ook de eerste keer daar aan de start stond, was ik totaal niet in staat om een deuk in een pakje boter te slaan op Barclaygebied. En dat wist ik eigenlijk ook wel. Maar het was voor mij heel erg het avontuur, zeg maar, wat ik aan zou gaan. En om dat gewoon aan mijn lijve mee te maken, om dat te voelen, om dat te ondergaan. En dat is ook de titel van mijn boek, is ook wel heel erg leidend, hè? In de band van de Barclay. Toen ik eenmaal in die band was van die Barclay en ook een keertje eraan deel had genomen, toen kreeg ik langzamerhand pas door wat ultra betekende en wat dat allemaal voor mij in kon houden. En dat ultra voor mij iets had van, je passeert grenzen, je gaat verder dan dat je kunt gaan of dan dat je denkt dat je kunt gaan. En dat die hele mechaniek, zeg maar, die daar rondomheen zit, hoe dat werkt in jouw hoofd, wat dat met je doet, dat je gaat trainen, dat je erachter komt, dat je ook, ook met trainen toch ook maar tot een bepaald niveau komt, omdat je dan dat je er nog steeds niet bent, dat je nog verder moet gaan. Dus hoe ga je dan verder? Dan kom je op een mentaal vlak terecht. En dan kom je bij het verhaal van Jared, die inderdaad zijn enkel breekt. En dat niet het einde betekent zomaar van zijn race. Dus dat je voorbij, je passeert een aantal grenzen voor jou of voor anderen. En dat is een heel boeiend spel. En het gaat meer om dat spel, zeg maar, dan om de performance, dan om een goede tijd neer te zetten, om zelf of zelfs om te finishen. Want zeker heb je ook wel door dat als je niet van extreem goede loper bent en dan ook nog extreem veel geluk hebt en dan wat extreem nog op allerlei alles op het juiste moment moet kloppen, zeg maar, in zo'n wedstrijd op dat moment. Ja, dan zit gewoon een finish er gewoon echt niet in. Ja. Het is gewoon heel simpel. Nee, maar het is inderdaad, dat is denk ik wel het mooie aan het boek, dat jij eigenlijk als een nieuwkomer in die scene belandt en dan meteen in de Barclay. Ja. En dan, ja, dat jij ook beschrijft, ja, ik ben helemaal geen, ik heb niks met lopen eigenlijk, van huis uit was jij. Klimmer. Dus ja, en dat jij langzaam dus daarin groeit en dan een aantal fases of doormaakt. Eerst het fysiek moet goed zijn, hè? Dus je fysiek moet je op orde zijn, dat trainen, en daarna komt het mentale stuk. En vervolgens kom je erachter, ja, in je uppie, daar red je het ook niet mee. Je moet weer toch met anderen doen. Nee. En dan het laatste, wat ik me volgens mij, wat je ook beschrijft, is, ja, je moet toch ook wel plezier hebben. Dat toch wel een basis vormt. Ja, en, maar dat zegt Jared, hè? Dat heel veel, en dat zie ik, dat zeg ik ook wel om mij heen altijd in Nederland, dat heel veel van die lopers, die hebben dan zo'n klokje over een pols en die hebben allemaal lichtgewicht materiaaltjes en die hebben een rugzakje dit en stokjes zo en schoentjes dit en kleertjes dit. En dat is allemaal tip top. Ja, en dan na 80 kilometer van de 100 haken ze gewoon af, omdat ze gewoon, het toch niet halen. Dus dat materiaal, dat is het niet. En dat is één. En inderdaad ook dat heel veel mensen het zo ontzettend serieus gaan nemen allemaal. Terwijl
ja, af en toe moet je ook in de spiegel kunnen kijken en dan heel hard om jezelf lachen natuurlijk. Omdat het gewoon best wel een gekke bedoeling is. Ja. Je omschreef het net al als de Lycra. Heb ik weer de middeleeuwsman in Lycra, ja, dat ben ik. Ja, ooit is ik alweer. Nou ja, de wie niet. De Mammals. Het is natuurlijk een heel grappige stoets van oude mannen is dat eigenlijk. Ja. En oude vrouwen ook, als je er een beetje naar mij kijkt, dan komen het gewoon ook wat jongere mensen bij steeds meer aan te pas. Maar het is ook grappig om. Dat is eigenlijk een hele grappige stoet mensen. Dus die vragen er eigenlijk om dat ze eens een keertje goed om zichzelf lachen. En dat doen ze wel heel weinig eigenlijk. En dat zegt zo'n Jared. Die zegt gewoon van, nou ja, je moet gewoon af en toe plezier kunnen maken. Of om jezelf lachen. Een lolletje maken. Het is ook leuk. Het is je hobby, weet je. Dat je professional bent, maar voor de meeste mensen is het toch een hobby en het moet gewoon ook, ja, het moet ook iets van plezier moeten uitstralen van dat het mooi is om te doen. Ja. Dus, hè, als je dat wel, mist. Dan, wel grappig dat je dat zo benoemt, Michiel, want ik heb inderdaad allebei de YouTube documentaires gekeken, zowel die van Gary Robbins, die Canadees, die beroemd werd omdat hij 6 seconden te laat finishte en toen werd als non-finisher werd opgeschreven, en anderzijds inderdaad die Vlaamse jongen Sabbe. En Karel Sabbe, daar zie je wel een heel groot verschil. Ik had het gevoel dat Karel in die zin veel letterlijk lichtvoetiger hier doorheen gaat dan die Gary, die zich echt helemaal vastbijt en waar je ook echt de pijn voelt. Ja, maar dat is heel erg mooi dat je dat aanhaalt. Omdat voor mij, zeg maar, een prototype is van het type lopers dat er echt wel lol aan beleeft. En die ik ook nog wel eens een keertje echt zie finishen. Omdat hij daar zoveel lol aan kan beleven ook. En omdat hij het afzien, wat hij zeker natuurlijk ook moet doen, het is echt niet altijd leuk. Het is voornamelijk helemaal niet leuk natuurlijk. Maar ja, dat hij ook daar weer de lol van inziet, dat het gewoon niet leuk is. En dat bijvoorbeeld iemand als Karel Sabbe, die vertelde mij dat hij is bekend omdat hij een aantal FKT's vast, dus known times, heeft gelopen op extreem lange multi-day hikes of zoiets. Zo noemen ze het in Amerika, van die lange afstandswandelpaden van tot 3.500 kilometer geloof ik maximaal. En daar heeft hij een aantal records op een aantal van die hele bekende van die lange afstandspaden in Amerika. En hij legde mij toen uit in Amerika hoe hij daar op wat het verschil was tussen voorbereiding op dat zo'n lange onderneming, hè, voor hem die dan 50, 60 dagen duurt. Dus hij loopt een set, dus zijn recordtijd is 50 dagen pak een beetje. En zo'n relatief korte onderneming als de Barclay, zeg maar meer een sprint voor hem, die maar 60 uur duurt. Ja. En dan had hij, omdat hij bijvoorbeeld in zijn voorbereidingen voor die lange ondernemingen, voor die lange projecten, voor die lange trails, zei hij van, ik ga regelmatig een biertje drinken. En ik in ieder geval minimaal 1 keer in de week dat ik een frietje met mayonaise ga eten ergens. Dus ik ook nog Vlaming. Maar dat hij dat doet om, voor zijn, om wat massa te hebben, om wat vet nog op zijn botten te hebben. En dat hij zei van, ik heb voor het eerst in mijn leven, toen ik ging trainen voor de Barclay, heb ik met opzet 3 maanden geen bier gedronken. Want ik dacht van, misschien is het wel handig als ik zo snel moet zijn, als ik zo snel moet gaan hardlopen, om in de Barclay wat minder gewicht te hebben. Dus zeg maar, dat is het. Hè, voor de meeste mensen is 160 kilometer waar je 60 uur over mag doen, dat is nogal ruim in de tijd, zeg maar zeggen. Ja. En voor hem was dat iets van, dat is zo snel allemaal. Dus alles is relatief. Alles heeft zijn, kun je in perspectief zien. Ja. En zo iemand als Karel, die kan dat heel goed. Ja, ja. En Karel die heeft ook, en dat is heel anders dan Gary Robbins. Gary Robbins neemt dit hele verhaal, bijna op een autistische manier ontzettend serieus en heel erg afgewogen. En hij probeert, zijn strategie is om alles echt
De race ook in Canada zelf, waar hij woont, te simuleren. Dus na te doen, dus rondjes te maken van ongeveer 20 mijl, 5 rondjes. Met ongeveer hetzelfde aantal hoogtemeters. En om die hele race als het ware na te doen, hè, in, als ter training. En dan te kijken hoe zijn lichaam reageert op gels of op voeding of op rust. Of op, nou ja, weet ik wat, hoe hij zijn race moet opbouwen. Dus hij probeert eigenlijk alles in een soort van laboratorium situatie uit te proberen. Ja, en Karel die gaat gewoon leuke dingen doen in de voorbereiding. Ja. En dat is het verschil. Ik vond dat je het vooral aan hun partners ziet. Want in beide documentaires zie je de vrouw van Gary en zie je de vrouw van Karel. En op een gegeven moment haakt die vrouw van Gary haakt ook echt af. Hè? Die zegt, ik vind dit ook niet meer leuk. Nou, ja. Terwijl, volgens mij was dat een mooie spiegel over hoe ze er als duo ook in zitten. Ja, nee, goed, het is natuurlijk ook een ontzettende belasting, hè, op zo'n gezin. En zij hadden wel een kind, hè. Gary had al een, heftig, een kindje. Ja. En Karel heeft nou ook een kindje, weet ik. Dus dat misschien dat ook de, nou ja, zijn perspectief kan me voorstellen dat dat iets verandert. Hè, in hoe je zo'n... Ja, het is toch wel een druk voor een... Dat hebben alle duursporters natuurlijk. Die moeten ontzettend veel trainen en... Nou ja, misschien wel reizen als je naar zo'n wedstrijd toe gaat. En dat heeft natuurlijk wel een soort van belasting op je gezinsleven ook. Kan dat veroorzaken. Ja, je en partner kan, moet ja, wel goed, mee zijn. Ja, in je hobby. Nou ja, jij kan erover meepraten natuurlijk. Ik ga niks verklappen, maar dat lezen mensen wel in het boek natuurlijk. Maar het is wel leuk, interessant vond ik. Ja, wij zijn natuurlijk van de wetenschap en de innovatie. En zoals jij het al bestempelt, zoals Gary zijn voorbereiding misschien wetenschappelijk genoemd kan worden. Je benoemt ook in het boek van hier is weinig wetenschap op toe te passen. En ik denk dat je helemaal gelijk hebt. In die zin, er zijn wel wat studies gedaan en eigenlijk... Alles wat we weten bij marathons, wat belangrijk is om snel of goed te lopen op een marathon, dat kan je niet toepassen op een ultrarun. Dat mogen wel duidelijk zijn. Dat is volgens mij bij de Mont Blanc hebben ze, bij die trail die jij ook een paar keer gedaan hebt, wat onderzoek gedaan. Maar ik zei ook tegen Gerrit van tevoren, ik snap niet dat mensen niet daar in Tennessee een half jaar gaan wonen of een jaar en gewoon dat hele gebied gaan ontdekken, uitkammen, trainen, noem maar op. Toen zei Gerrit, waarom doen mensen dat niet? Nou, op het een mag je niet. Het is een state park, een staat. Geen national park, maar van de staat Tennessee. En die in Amerika hebben de parken nogal strenge regels. Onder andere een van de regels, en daar zit echt wel een halve doodstraf op, is dat je de paden niet mag verlaten. Nou, en de race van de Barkley bestaat natuurlijk voor 90% uit niet-paden. Ja. Dus moet je gaat door het bos heen. Dus die paden die kruis je af en toe, of soms neem je een stukje van zo'n pad. Maar je moet nogal veel bushwhacken. Zoals dat mooi heet. En dat mag niet. En Les heeft daarvoor de gelegenheid. Tijdens de race krijgt hij daar altijd wel een soort van toestemming voor om dat wel te doen. Maar onder de strenge conditie, onder de strenge voorwaarden, dat alleen maar tijdens het raceweekend zo is. En dus lopers absoluut verboden als je betrapt wordt door zo'n ranger, terwijl je... terwijl het niet buiten de Barkley om... Dat doet de race geen goed, dat doet de organisatie van de race geen goed. En daarom ook, het is gewoon heel zwaar verboden. En dat betekent, er zijn mensen al... die hebben een lifetime ban op de Barkley gekregen, omdat ze... Dit doe je niet als jij lid bent van die community, zul maar zeggen, van de Barkley. Nee, dat is not done. Dan maak je met elkaar de afspraak van dit soort dingen. Ja, doe je niet. Ja. En dan nog, stel voor je doet het wel, dan wat dan? Wat weet je dan? Want ieder jaar zijn er wel course changes, heet dat, parcoursveranderingen. Ja. Ja, en jij weet niet welke veranderingen er zijn. Dus dat is punt 1. En punt 2, als het al een soort van... want een 80-90% van het parcours is wel bekend. Of dat zou je kunnen uit je hoofd kunnen nemen. Maar wat dan? Dan betekent het dat je precies weet waar je naartoe moet gaan. Ja. Ik heb hier in Griekenland getraind. Kijk naar uit naar op een helling.
die 600 meter hoogteverschil heeft. En in Griekenland doen ze niet zo nauw met die paadjes. Ja. Dus dan mag je gewoon het bos naar boven struinen. Ja, dan ging ik met een rugzak van 10 kilo zo snel mogelijk naar boven en dan weer naar beneden. Ja. En dat doe je dan 54 achter elkaar. Nou ja, goed, dan heb je ongeveer een rondje gesimuleerd. Dan doe je ongeveer na wat een rondje met je doet. Wat één rondje van de barclay met je doet. Ja, ja. Dan heb je ongeveer het hoogteverschil. Nou ja, goed. Ja, wat helpt je dat? Nou ja, dat je anderhalve ronde loopt in plaats van één, weet je. Ja, nou, het leert verder kom je ook niet, maar... Nee, precies. Dus je moet je voorbereiden, ja, dat is duidelijk. Fysiek, mentaal. Maar ja, dat zegt maar een stukje van wat je tegen gaat komen. Want je gaat iets tegenkomen, ja, daar valt niet op voor te bereiden. En omdat wij ons daar niks bij kunnen voorstellen, hebben wij gelukkig in ons netwerk van eerder geïnterviewde gasten Jacomina Eikelboom. Misschien ken je haar wel, ook een bijzondere ultraatlete. Ja, ja. Dus ik had Jacomina even geappt. Ik zeg, Jacomina, wij spreken straks Michiel Panhuizen. Heb jij nog een leuke vraag van hem? Ik dacht, van ultraatleet naar ultraatleet. Toen zei ze, nou, allereerst, je krijgt de groeten. Superleuk. En ze had wel een vraag voor je. Zij zei, ik wil eens weten van Michiel, wat maakte nou dat hij dacht dat hij het wel kon? En nou zei je net al in een bijzin, die eerste keer had ik die verwachting helemaal niet. Maar je bent wel nog vier keer teruggegaan. Ja. Dus ergens heb je natuurlijk wel op een gegeven moment gedacht, en nu gaat het me lukken. Nou, zij is daar benieuwd naar. Nou, het echte geheim, maar het is heel geheim, het antwoord op deze vraag, is dat ik nooit de intentie heb gehad om überhaupt de finish te halen. Aha. Wat? Oké, nou, dankjewel, Michiel. Dat is geheim, hè? Dat moet je niet verder vertellen. Ja, maar wel de fun run, toch? Dat is ook, dat zou ook, zeg maar, een vorm van overmoed zijn om dat wel te hebben, denk ik. Omdat, nou ja, als ik 25 was geweest en in de kracht van mijn leven en super getraind. Ja. En op het moment dat ik mijn eerste Barclays liep, hoge ogen gewoon bij de top zoveel zou horen van de loopelite. Dan is het in ieder geval, dan is het te rechtvaardigen om die hoop te hebben in ieder geval. Ja. En dat zijn ongeveer de verhoudingen, hè, waarin je moet zitten. En dat als je een beetje inleest in dat hele Barclays verhaal, snap je ook wel dat het... Wat dat betreft jou daar niet om gaat. Maar wat ik net ook al zei, is dat de hele opzet van die race is niet zozeer om... Ja, natuurlijk wil iedereen finishen. En zeker alle Amerikanen die deelnemen, die bereiden zich echt wel voor. Ook op de vijfde loop, zeg maar. Hè? Dus die bereiden in hun auto, leggen ze al de challenges of de reepjes of de worsten. Weet ik wat ze allemaal meenemen. En die laatste loop, die leggen ze al... in een mooi zakje klaar in de achterbak van een auto. Dat is in ieder geval omdat ze vrij zeker ervan zijn dat ze nog die laatste ronde ingaan. Ja. Wat bijna niemand doet overigens. Maar ja, goed. Ze hopen, ze weten vrij zeker dat ze dat toch wel gaan doen. En bij mij is dat... Ik heb dat nooit gehad. Ik ben altijd meer op die lijn gezeten die, wat ik toen nog niet wist, maar wat ik later pas vernam van les... Dat het een soort van frame is waarbinnen jij zelf naar jouw eigen grenzen kunt gaan. En die grenzen kunt onderzoeken. Of zelfs kijken of jij over die grenzen heen komt. En dan is er een heel erg groot verschil tussen over jouw eigen grenzen heen komen. En drie of vier of zelfs vijf loops gaan lopen. En toch even voor de record, hoe ver ben je dan gekomen eigenlijk? Ooit? Ik heb maximaal in 2016 heb ik twee rondes uitgelopen binnen de daarvoor een beschikbare tijd. Twee van de vijf, hè? Dat zijn dus twee van de vijf rondes. En toen, 2016 was een jaar waarin voor mij alles wel klopte en mee zat. Waarin ik gewoon de ene naar de andere extremere, nog veel extremere races qua afstand en hoogteverschillen dan de Barclay zonder al te grote problemen aan elkaar wist te krijgen. Ik was toen echt in topvorm en was er toen van overtuigd wel van dat ik drie loops kon lopen. Dus ik wou zeggen, had je een tasje voor de vijfde loop? Nee, jouw doel was altijd, lees ook in je boek, hè? Je wilde drie volbrengen en dat heet dan eufemistisch de fun run. Alsof je een loopje voor de lol gaat doen. Ja. Maar daar denk je niet achteraf van, potjan dikke me, dat was mijn kans geweest.
En daar ging, ja, daar ging je dus wel voor eigenlijk. Daar ben je, als ja. ik je goed hoor nu. Ja. Ja. Nou ja, kijk, dat was mijn missie binnen de grote missie, was om die drie looks te volbrengen. En ja, dat is ook, om het in perspectief weer te zetten. Karel, die echt wel nu een van de toplopers in ieder geval in Europa is op dit soort gebieden. Niet zozeer in de georganiseerde trails, maar in dit soort specifiek aantal een paar gekkere races. Is hij gewoon de man die de kloppen man, zeg maar zeggen. Ja. En ook zeg maar op het gebied van die FKT's, op het organiseren van die echt extreem lange afstanden die ook brug moeten worden in zo snel mogelijk de tijd. En hij liep in de enige park die waarin hij heeft. Ik weet niet of hij vorige keer heeft, dit was natuurlijk corona. Maar dat in die park waarin ik hem heb gezien. Liep die drie rondes uit. Dus hij liep de funrun. Ja. Zou ik maar zeggen. En dat was voor iemand die voor het eerst deelneemt aan de parking niet eens een heel slecht resultaat. Ook al is hij een ontzettend goede loper. Dus dat is eventjes om de zaak in perspectief te zien gewoon. Ja, mooi. Het is echt een proef. En dat is ook, nogmaals, ik ga nog een keertje terug naar de filosofie achter de Barbie. De insteek van Les is ooit geweest om een race te organiseren die wel in theorie kan worden uitgelopen, maar het moet net iets meer dan een theoretische mogelijkheid zijn, zou ik maar zeggen. Dus het moet dus de zwaarst mogelijke race zijn die er bestaat. Dat is de core, het idee, de achterliggende filosofie van de Barclay. En dat betekent ook dat iedere keer als iemand in staat is geweest om te finishen, dus als er een finisher is, of als er twee of zelfs drie finishers zijn, dus één keer voorgekomen in de geschiedenis, dan wordt de race het jaar daarop een stuk zwaarder gemaakt. Ja, dan maakt hij het moeilijker. Ja. Ja. Volgens een mooi feitje. Het gaat er niet om dat zoveel mogelijk mensen finishen. Het gaat erom dat het een proeve blijft, zeg maar, van humanity, van menselijkheid. Van hoe ver kan een menselijk combinatie van geest en lichaam, hoe ver kan dat komen? Ja. Mooi voorbeeld daarvan vond ik. En dat is een heel boeiende insteek natuurlijk. Ja, vind ik. Ja. Maar dat pleit eigenlijk ervoor, want ik denk van ja, dit is voor ultrarunners, mensen echt die goed in shape zijn en veel al hebben gedaan, is dit een ultieme uitdaging. Maar dat kan net zo goed voor iemand zijn die een eerste marathon gaat lopen. Of misschien een 10 kilometer. Maar dat pleit er eigenlijk voor om je toch niet heel goed voor te bereiden, want op die manier, dan kan het een iets worden van dat misschien, waar je waarschijnlijk niet haalt, maar misschien net wel. Of moet ik dat dan anders zien? Dan denk ik soms, bereiden mensen zich eigenlijk veel te goed voor hun eerste marathon. Is het niet fijner om juist te zeggen, haal hem waarschijnlijk niet. Wat is je insteek? Dat is een tegenvraag van mij. Ja, wat is jouw insteek? Wil je bewijzen dat je een marathon kunt lopen? Vind je het frame wat zeg maar in de samenleving toch inmiddels redelijk bekend is van mijn buurman of mijn neef of mijn moeder of weet ik van wie heeft een marathon gelopen? Ja. Dan heeft iedereen daar wel een beeld bij. Dat is ver, daar moet je voor trainen. Nou ja, dat moet je chelsen, blablabla. Van allerlei ideeën zijn erbij. Maar als de insteek is om iemand verder te laten gaan dan dat hij ooit gegaan is, zou ik maar zeggen, of dieper in zichzelf te laten gaan dan dat hij of zij ooit gegaan is, dan zit je bij een heleboel mensen die niet aan sport doen of dat nooit hebben gedaan of nooit geambieerd hebben en die een 10 kilometer gaan lopen, zit je inderdaad op hetzelfde. Ja. Maar dat is iemand die zijn eerste 10 kilometer loopt. Die moet alles geven om verder te gaan dan dat hij of zij ooit gegaan is. Ja. Dus voor mij is het respect voor iemand die voor het eerst een 10 kilometer loopt, is even groot als voor iemand die de parkie finisht. Ja. En dat klinkt gek.
Maar dat voel ik diep in mijzelf wel zo, ja, zeker. Het gaat om dat verleggen van die grenzen. Ja. En dan komen we wel bij... Dat is een mooi bruggetje, Michiel. Want we zien jou onder andere in die documentaire van Karel Sabbe ook als zijn helper. Jij helpt hem mee, jij begeleidt hem. En dat is misschien wel interessant om eens te kijken of we wat lessen van jou kunnen destilleren. Wat zijn nou belangrijke dingen die jij zelf hebt geleerd of die je anderen meegeeft als ze... Misschien specifiek voor de Barclay of breder, zoals we net zeiden, voor zo'n eerste keer dat je zo'n grens doorgaat. Wat heb je daarvan geleerd? Welke tips heb je voor ons? De tips, er zijn een heleboel soorten tips in allerlei vormen en maten. Maar één ding, ik kan er gewoon hier en daar een paar noemen. Ja. Een tip, iets wat ik heel veel tegenkom is met dat hele lange lopen. In ieder geval als het om heel lang lopen gaat, is dat mensen... heel veel focussen op hun fysieke training en op trainingsschema's en op hun conditie, hun kracht. Zeg maar dat misschien een kracht. Ik denk dat de kracht ook nog wel een ondergeschoven dingetje is. Maar wat in ieder geval heel vaak vergeten wordt, is het mentale deel, zeg maar, dat je, dat je tegenkomt. Als je op zeker moment fysiek en op allerlei manieren fysiek aan je grenzen komt, dat betekent niet dat je er al bent, dat je al bij de finish bent. Dus een hele groot aantal van die ultra uitdagingen, wat dat dan ook is, daar heb je heel veel baat bij, denk ik, als je ook weet voor jezelf hoe je gevoel van ik wil het nu echt niet meer, ik vind het nou echt niet meer leuk, ik heb nou echt zoveel pijn, nu moet het gewoon stoppen. En als je dat, die momenten goed weet te managen, mm-hmm. en voor jezelf, daar kun je gewoon heel veel aan hebben. Nou, dat is één, dus dat is een hele mentale aspect. Michiel, hoe do of deed jij dat? Wat is jouw manier om voorbij dat punt te komen? Een van de dingen, ik kan concreet dingen noemen bijvoorbeeld, is dat als ik ging trainen en ik wist dat het slecht weer zou worden op een dag, dan kun je twee dingen doen. En je wil op dat moment echt wel trainen op die dag. Kun je zeggen van, of ik wacht af tot het droog is, of ik ga snel voor het gaat regenen. Maar je kunt ook wachten tot het gaat regenen en dan gaan lopen. Ja. Bijvoorbeeld, om iets te noemen. En om het zeg maar mentaal zwaarder te maken, bedoel je? Ja. En wat een andere maat mij altijd zei is van mensen die eten bepaalde dingen niet en wel vlak voor de voor een training of voor een race. Maar je kunt een race ook als training zien natuurlijk, hè, als soort van voorbereiding. En dan kun je kijken van je wil wat onder de meest ideale omstandigheden doen, maar je kunt ook bijvoorbeeld je kunt van die lichtgewicht rugzakjes kopen, maar je kunt gewoon ook een baksteen meenemen extra. Is mentaal weer. Dus jij zegt eigenlijk, die mentale weerbaarheid, die moet je gewoon trainen door jezelf een beetje te pesten. En niet de hele tijd het comfort op te zoeken. Je kunt zeggen van, ik voel me vandaag niet zo lekker, ik ga vandaag geen 100 kilometer lopen. Nou, dus je kunt zeggen van, ik voel me vandaag niet zo lekker, dus het is een mooi moment om 100 kilometer te gaan lopen. Ik moet wel bekennen, Michiel, naar aanleiding van het lezen van je boek en het kijken van de documentaires, heb ik die van de regen concreet al kunnen implementeren in mijn mammal sporten. Dat op een gegeven moment was het ook vies weer. En dat heb ik inderdaad met dit en met jou en met de Barclay in gedachten gezegd, nee hoor, dit is juist goed, kom, ik ga de regen in. Dus die inspiratie, die dan, gun ik al onze luisteraars. En je stinkshirt aan. Dat hele mentale verhaal, dat is ook het mooie van, dat kun je heel erg meenemen naar je dagelijkse leven. Ja. En dat is ook al die verhalen die Jared Campbell daarover vertelt, zijn heel erg mooi, die inspireren mij ontzettend. Is dat je, het sociale, je kunt dat ook in je werk, kun je ook je mentaal trainen. Mm-hmm. En door bijvoorbeeld, als jij een hele vervelende collega hebt, waar je altijd met een boogje omheen loopt. Als je dat nou eens een keer ziet als een soort van mentaal trainingsobject. Om hem of haar goed te managen of daar goed mee om te gaan. En daar plezier uit te halen om met die persoon om te gaan. Dan train je je eigen reflexen, zou ik maar zeggen. Door de boel om te draaien. Het zijn op zeker moment, als je het spelletje doorhebt, dat iets wat heel vervelend is eigenlijk, dat je dat gaat zien als een soort van mentale training. Dan zit je hele perspectief op je leven er anders uit natuurlijk. Want dat betekent dat alles wat vervelend is, wordt vanaf dat moment een soort van
ja, interessante trainingsuitdaging. Ja, dan word je, if it doesn't kill you, it makes you stronger. Ja. Yeah. Maar dit is wel grappig, want dat is denk ik wel een beetje de moraal door het boek inderdaad heen. We hebben de neiging van om de dingen die we niet aandurven, confrontaties te vermijden. We proberen het leven zo maakbaar mogelijk te maken. Je noemt dat we leven allemaal in een air-conditioned world of zo ergens. En jij air-conditioned zegt juist, noemt de jongen ja. Ja, heel mooi. Ja. En dat je juist zegt, je moet juist dat is gaan opzoeken. Ga die comfortzone maar eens uit en daar leer je van. En daar, dus soms heb ik het idee dat zo'n ultrarun is eigenlijk een stoomcursus van het leven met alle pieken en dalen. Alleen dan prop je hem eigenlijk in het geval van de Barkley in 60 uur. En dan is hij wel een heel heftig leven. Maar ja, dat gevoel kreeg ik een beetje van. Dus dat was. Ja, ik denk dat je dat. Nou ja, ik heb dat hele mentale verhaal altijd heel interessant gevonden. En eigenlijk veel interessanter dan trainers. Ik had ook al discussies op een beetje grappige manier met andere ultralopers. Daarover die dan, dat het eigenlijk als je, hè, dan heb je, maar dat is een heel ander verhaal natuurlijk, maar ik vond het ook wel grappig om een beetje om elkaar te treiteren. Mm-hmm. Van, is trainen niet een vorm van cheaten? Is het niet vals spelen? Ja. En je kunt trainen zien, je kunt dat helemaal verheffen, maar dezelfde discussie geldt een beetje met, je mag wel gels nemen, dat wordt als heel goed gezien, of je mag bepaalde sportvoeding hebben, maar je mag geen doping gebruiken. Ja. Nou, dan ga je net een grens over, weet je wel. En dat is een hele boeiende discussie, dat zijn gewoon afspraken die je maakt. Maar je zou ook met z'n allen kunnen afspreken van, marathonlopers wordt het verboden om te trainen. Ja, grappig, ja. Ja. Waarom doen we dat niet? Het is toch veel boeiender om te kijken wat iemand ongetraind, hoe lang iemand over een marathon doet. Dat is toch veel boeiender om te weten dan wat iemand die gewoon heel erg goed getraind is. Om te weten hoe snel die kan lopen. Ja, maar dat zijn gewoon prikkelende discussies. Ja, nee, en daar is geen. Ja. Dat gaat dan niet om de einduitslag van die discussie, maar dat gaat dan meer om dat je kan prikkelen. Ja, filosofisch. Of een keertje. Om na te denken over waar zijn we eigenlijk mee bezig. Ja. En waarom vinden we bepaalde dingen wel en bepaalde dingen niet. Ik heb bijvoorbeeld een schurfhekel aan lichtgewicht materialen. En met name omdat bijvoorbeeld van schoenen. Dat ik gewoon op een zeker moment 6 of 7 paar schoenen versleet per jaar. Hardloopschoenen. Omdat ik die zo misbruikte zeg maar in dat terrein waar ik liep. Ja, dan konden we eigenlijk alleen maar leren bergschoenen, konden daar konden dat overleven met stalen punten, weet je wel. Want dat is het enige wat daar nog, waar ik nog. Maar ja, goed, dat is niet fijn om als je een keertje een paadje tegenkomt om daar met je bergschoenen overheen te moeten gaan rennen. Dat is dan ook weer niet lekker. Dus dan heb je toch weer hardloopschoenen aan, of niet trailrunschoenen. Maar ja, die waren in de loop der jaren werden die zo licht dat het materiaal, zeg maar, dat vooral licht, maar niet duurzaam meer was. En dan loop je na 200-300 kilometer loop je weer een paar gaten in je schoenen. Kun je weer een nieuwe schoenen kopen. En dat was ik heel erg, maar daar had ik slecht gevoel bij. Ja. En dat ik ook iets had van, ja, waarom moet je... Ik ging met stenen en met zandzakken in mijn rugzak lopen. Ja. Dat is gewoon goede krachttraining. En bijvoorbeeld, je kunt sportdrank meenemen of water of ik wat meenemen in je rugzak met zo'n, slangetje of met zo'n bidonnetje. Ja. Maar ja, je kunt ook eens kijken van, kan ik 3 uur bij 30 graden zonder water? Ja. Wat gebeurt er dan? Lukt me dat? Dit is nog wel een leuk bruggetje. Kijk ook een beetje naar de klok. We hadden namelijk iets bijzonders. Wij zenden deze podcast ook uit op YouTube. En dan hebben we hier bij ons op de bank altijd een stapel boeken liggen. En er ligt dus al een tijdje jouw boek boven op de stapel. En dat werd gezien door Menno Veldman. En die zei, hey, ik zie daar in de ban van de Barkley liggen. Waarom ligt dat boek daar? Ik zei, nou, we gaan hem spreken. Oh, vet, zei hij. Ik zei, nou, heb je nog een vraag voor hem? En toen kwam je eigenlijk wel op dit laatste onderwerp wat je nu aanraakt over dat drinken en het. Hij zei, ja, Michiel woont nu in Griekenland. Je bent inmiddels daar ook veel aan het lopen. Dat vertelde je net ook al. En toen zei hij, heeft hij nou nog een gouden tip? Ik moet weten, Menno heeft laatst zelf ook 100 kilometer ultrarun gelopen hier op de Utrechtse Heuvelrug. Heeft hij nou nog een specifieke tip voor hoe om te gaan met die hitte tijdens de race? Want in Griekenland is dat bloedheet. Ja,
Nou ja, dat is heel persoonlijk, denk ik, hoe je daarmee omgaat. Dat is, denk ik, het eerste antwoord dat je daarop moet geven. Dus dan is en, de volgende vraag, hoe ga jij ermee om, Michiel? Ja, hoe ik het doe is mentale verhaal ook een beetje. Ik ben zelf en niet voor kou en ook niet zo voor hitte zo bevattelijk, merk ik. En ik denk dat dat, te maken heeft met het feit dat je... Als je het verhaal wat je tegen jezelf vertelt op het moment dat je die kou of die hitte voelt. Ik voel dezelfde kou, dezelfde regen, dezelfde sneeuwbui, dezelfde ijsregen, dezelfde zon die op mijn rug brandt als degene die naast mij, boven mij, onder mij of voor mij loopt, natuurlijk. Mm-hmm. Ik zit in dezelfde conditie, ik zit in dezelfde omstandigheid. Alleen de ene die haakt af en ik haak misschien niet af. Waarom? Omdat het is wat ik toelaat van die hitte als leed in mijzelf. En hoe ervaar ik het? En daar heb ik dat is mijn keuze. Dat kan ik sturen. Dat kan iedereen sturen. Daar ben ik van overtuigd. Je zegt wel, ik heb het warm, maar je zou eigenlijk moeten zeggen, ik vind dat ik het warm heb. Je kunt ook zeggen, nou ja, waar focus je op? Focus je als het warm is, wat gebeurt er dan? Als je dat gaat ontleden bij jezelf. Dus je loopt naar boven, heel erg, en die zon schijnt in je nek. En je voelt die hitte en je voelt het branden op je huid. En wat voel je nog meer? Misschien voel je hoofdpijn, misschien heb je dorst, maar wat voel je nog meer? Nou, misschien als je heel goed gaat nadenken, voel je opeens een heel klein zuchtje wind na 5 of 10 minuten. Ja, maar ja, vergeet je dat zuchtje wind wat je voelt, wat je ook een beetje afkoelt, of focus je daarop? Het is een heel klein zuchtje wind natuurlijk. Het is nauwelijks waarneembaar natuurlijk, dat zuchtje wind waar ik het nu over heb. En als jij je focus op dat zuchtje wind wat je voelt, Dan voel je niet meer die hitte of die hoofdpijn die je hebt, of dat branden van je vel. Dus het heeft te maken met jouw mindset en weer die mentale kracht die je hebt. Waar focus je op? Wat zie je? Wat neem je waar? Wat voel je? Wie ben je op dat moment? En een deel daarvan, niet alles, maar een deel daarvan is... Dat zit in jouzelf, dat zit in je. En natuurlijk, als je omvalt van de hitte, ja, dan is dat zeg maar, een soort van wetenschappelijk bewijs. Het was duidelijk te warm voor deze meneer of mevrouw. Maar dat gebeurt nooit, bijna nooit. Dat gebeurt maar in 1% van alle gevallen. Ja. Van mensen die zeggen van, ik heb het zo vreselijk heet. Nou, van al die 100 mensen valt er maar eentje echt om. Ja, dat is degene die het echt heet mag hebben, zeg maar zeggen. De rest is allemaal van luxe gewend. Dat is hetzelfde als dat mijn vader vroeger altijd zei, nee, je hebt geen honger, je hebt trek. Ja. Dat zei mijn vader niet, maar dat zeiden de vaders van vriendjes van mij. En die hadden de oorlog meegemaakt. In de oorlog hadden we honger. Weet je, dat verhaal. Dat. Maar ja, goed, inmiddels zijn we natuurlijk, inderdaad zitten we in die air-conditioned society, zoals Jared dat omschrijft. En zijn we best wel gepamperd. Ja, ja. Maar als je wat harder voor jezelf bent, en je denkt van, nou, ja, je zou ook kunnen zeggen van, ik loop hier in augustus met 30 graden in mijn nek door de Alpen heen en ik moet nog 1000 meter naar boven. Je kunt ook denken van, het is me gegeven dat ik werk heb dat me het voldoende geld geeft en dat ik een Nederlands paspoort heb dat me in staat stelt om hier in Italië zeg maar deze berg te mogen oplopen. Andere mensen die zijn nou op weg naar een vluchtelingenkamp, omdat ze hun land, nou ja, blablabla. Je kan het verhaal wat jij jezelf vertelt op dat moment. Ja. Als jij op dat moment op vakantie bent en jezelf in een luxe positie neerzet, zeg maar zeggen, hè, van dat als dat jouw verhaal is, dan leid jij veel minder dan dat je jezelf een ander verhaal toedicht. Mooi. Kortom, die mentale rem. Je kunt dat zelf maken. Ja, de mentale rem die waar we het regelmatig in de podcast over gehad hebben. Hoe je die wat losser te maken. Nou, dan. Dit zijn goede tips daarvoor. Aflevering 4. Voor Menno, die, als hij het heeft zeg maar, over met warm. Ja, je hebt natuurlijk een aantal. Natuurlijk een aantal fysieke middeltjes. Ik was nu nogmaals bij de Spartathlon. Zo'n hardloopwegwedstrijd over 2500 kilometer, 250 kilometer. En daar was het ook best wel warm de tweede dag. Dat mensen liepen. Hè? Die liepen dag en nacht door ook. En het laatste stuk was het ook 30, 35 graden of zo. En had de organisatie
op een aantal plekken ijsklontjes. Hmm. En van die ijsmachines met ijsklontjes. En ja, als je water hebt of ijsklontjes en die doe je in een, onder je petje gewoon op je schedeldak, ja. Dan koel je ook wel af. En als je af en toe langs een beekje komt, als je geen ijsklontjes hebt, maar een beekje tegenkomt en je hebt een buff en die maak je nat of een petje, en dan koel je jezelf natuurlijk ook af. Of als je zit achter in je nek, zit een soort van registratiecentrum, heb ik me laten vertellen, van de hitte. Dat je dat plekje in je nek moet je zeker afdekken altijd met een stukje stof of een weet ik het wat. Ja. Om minder de gevolgen van die hitte te krijgen. En verder moet je gewoon, ja, toch als je hoofdpijn of duizelig begint te worden in, tijdens zo'n warme gebeuren, moet je wel, proberen of je voldoende kan drinken natuurlijk. Ja. Baat het niet, dan schaadt het niet. Mooi. Ik zeg 74 afleveringen en we komen toch iedere keer steeds meer en meer erop uit. Tuurlijk, allerlei spieren en biologische stoffen en processen zijn belangrijk, maar dat hoofd, dat is toch de allersterkste en belangrijkste spier. En ik zit ademloos naar je te luisteren, Michiel. Want volgens mij, je hebt daar een prachtige visie en verhaal op. Ik zit ondertussen ook uit mijn ooghoeken naar een klok te kijken. En ik denk, oh ja, het wordt ook een flinke aflevering. Dus ik wil je eigenlijk uitnodigen, Michiel. Nu we je kennen, soort van. Mochten er nou nog heel veel luisteraarsvragen binnenkomen, zouden we je nog eens een keer terug mogen vragen voor een vervolg? Oh, prima. Leuk. Ja zeker. Tof. Nou, dat aanbod staat. Hebben we bij deze on-air. Laat ik dan langzaam toegaan naar de uitleg aan onze luisteraars hoe zij die vragen dan bij ons krijgen. Tenzij, kijk nog even naar jou, Jurgen. Heb je nog iets? Ja, nee, want dan ga ik al verklappen of hij nog steeds in de band nee, is. Nee, dat moet je maar gaan lezen. Dan moeten we gaan. Die slotvraag die bewaren we even. Dus we gaan eruit met de aanbeveling. Het boek heet In de ban van de Barkley. Michiel, volgens mij gewoon bij alle boekhandels te krijgen, hè? Of is er nog speciale instructies? Ja, en online en overal. Ja, en in de show notes van deze podcast aflevering, oftewel die tekst die je in de player eronder ziet staan, zie je ook de linkjes naar de genoemde YouTube documentaires. Kun je die ook gaan bekijken. Hartstikke, ik ben toch een soort van mini in de ban geraakt van de Barkley, al is het maar door dit boek en die mooi docus. En mocht je nou nog vragen hebben, dan kun je ons op een aantal manieren bereiken. Allereerst via social media zijn we de @slimmerpodcast op Twitter en Instagram. Maken we van iedere aflevering een post waaronder je je reactie kan achterlaten. Of je kan ons natuurlijk even een DM'tje sturen. Je kan ook naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je van iedere aflevering een eigen pagina waar je kan reageren en die je kan delen. Dus mocht je nou nog iemand kennen voor wie deze aflevering misschien interessant of leuk is om te horen, stuur de link vooral even naar ze door. En tot slot, je kan ons ook mailen via post@slimmerpodcast.nl met al jouw vragen, opmerkingen en aanvullingen. En ik zeg het tegenwoordig maar bij, het duurt soms even, maar we reageren altijd en we vinden het ontzettend leuk om van je te horen. Dus we kijken uit naar je reacties. Michiel, vanuit Griekenland, dank je wel voor je tijd vanochtend en je mooie wijze inzichten en verhaal. Dank je wel, Michiel. Nou, ja, met genoegen. Tot een volgende keer misschien wel. Ja. Lijkt me mooi. Tot de volgende keer. En Jurgen, okay. tot volgende week. Oké. Okay. Hoi. Hoi.